en van daaruit begin je, want alles is in je. De nieuwjaarsbijeenkomst van de Zonnebloem in Panningen ontving woensdag een bijzondere gast. Songfestivalwinnares Lenny Koer gaf een optreden. Als ik voel dat ik iets moet schrijven, dan komt het er meestal gewoon uit bij mezelf. Koer won in 1969 het Songfestival met het lied De Troubadour. Ook werd ze bekend met nummers als Visite. Koer treedt nog veel op met haar gitaristen Reinier Voet en Misha Kool en komt binnenkort weer met een nieuw album. Uw agenda is overvol. Heeft in 2013 bijvoorbeeld al uw 30ste album gevuld. Nou, dat zijn aardig wat liedjes. Andere mensen gaan naar de sportschool of die gaan hardlopen. Wat doet u om dit vol te houden? Ik doe aan sporten. Ik heb wel wat aan tennis gedaan. Maar eerlijk gezegd het laatste jaar niet veel. Ik doe iedere dag doe ik een hele lichte oefening. Ik doe de zonnegroet doe ik. Ook niet zo heel lang. En een paar ademhaling oefenen. Maar ik ben wel bewegelijk overdag en energiek. Door het zingen heb ik een goede conditie natuurlijk. Lopen doe ik veel. Maar ik ben niet iemand die zich nou heel erg gaat joggen en zo. Nee. Maar rustige dingen. Sporten of beweging, maar dan niet met grote inspanning. U bent bekend geworden met nummers als Visite en De Troubadour. Hoe vaak zingt u dat nog op verzoek? Of is het zo dat standaard in uw programma zit omdat ze het toch wel vragen? Nou, ik heb dat... Dus, dat zat vaak als encore of als toegift in mijn programma. Dat was dit jaar in het begin ook zo, maar wij vonden eigenlijk dat het niet zo in de sfeer van het programma paste. Dus nu heb ik gedurfd, behalve dan vandaag heb ik het wel gezongen. Dus nu zit het dus niet in mijn programma, de Troubadour. En ik doe het alleen als ik denk van, oh ja, hier zitten echt mensen die komen daar echt voor. En ik zing het ook nog steeds heel graag. Daar ligt het niet aan. Ligt er meer aan, past het in de balans van het programma. Want hij zat zo woordenvol muziek. Zo'n vergoeden klein publiek, hij maakte blij.